Volgens de heer Stanley Udit, hoofdafdeling alfabetisering, volwassen educatie van het MINOF, vertoefde hedenmorgen in Nikeri. Udit heeft gisteravond certificaten uitgereikt aan de Bigisma scholen in Wageningen en vandaag in Nieuw-Nikeri. In Wageningen gaat het om personen de elementaire fase 3 hebben afgerond. Hij vertelde de reporters meer. Het is een kleine groep geweest hoor, met uitvallers. Je weet, bij het volwassen onderwijs is het zo, namelijk dat je altijd begint met een grote groep en uiteindelijk heb je een kerngroep die het afmaakt. En daar hebben we 7 gehad die dus in aanmerking zijn gekomen voor een certificaat. En zij gaan nu naar de vervolgfase EOV 2, dat is klasse 4. Vanavond hebben we in Nikeri een groep van 5. Uitsluitend vrouwen. Je weet, Bigisma school bestaat grotendeels uit vrouwen. De mannen zijn nog beperkt in aantal. En die groep, uit die groep hebben 5 deelgenomen aan de gloedtoets. En 1 is geslaagd. 1 van de cursussen zijn geslaagd. Maar de andere 4 hebben op grond van de schoolprestaties komen ze wel in aanmerking voor een getuigschrift. Dus in totaal komen 5 cursussen in aanmerking voor een getuigschrift. Met hun getuigschrift kregen ze dan toegang tot de avondmilo. Als we dit zo een beetje horen, 5 mensen, de aantallen die lijken een beetje laag. Mag ik daaruit concluderen dat het animo een beetje aan het afnemen is? Feitelijk zouden we niet starten. Maar deze groep is een groep die we dus eigenlijk moeten waarderen. En op basis daarvan heb ik dus toch het besluit genomen. Het is een grote investering geweest. Hè. Je weet, de instructeur moet betaald worden. De cursisten betalen niet. Het is gratis onderwijs. En zij hadden een beroep op mij gedaan, omdat zij vanaf de basis zijn gestart. Vanaf alfabetisering. En het is fijn dat we ze ook vanavond in de bloemetjes zetten en hun als voorbeeld stellen voor anderen. Dus het neemt af. Maar we willen middels uw medium ook de gemeenschap van Nikeri oproepen om gebruik te maken van deze kans in hun leven. Het is tweede kans onderwijs. Het is gratis. Het wordt door de overheid gratis aangeboden. Maak u gebruik van. En wij hopen dat u met dus uw medium ons de mensen zodanig kan motiveren dat ze ook zich binnenkort vanaf volgende week zich kunnen inschrijven hier op het inspectiebasisonderwijs aan de Balatastraat. Ja? Adamsonstraat, hè? Is het tegenwoordig. Ja. Als we merken dat de mensen geen gebruik maken van deze gelegenheid geboden door het ministerie van Onderwijs, door de regering, om zichzelf verder te ontwikkelen, iets dat ze misschien in hun jongere jaren niet hebben kunnen doen, wat zou de drempel volgens u zijn dat men niet komt? Want vaak genoeg hebben we dat ding ook gezien, dat je zoiets krijgt van Sansma otaki tedeshi tak megwa skoro tak minusab lezi minusab skrivi. Ja, kijk, het is algemeen zo bij het volwassen onderwijs. Mensen moeten eerst zien als anderen gaan. Hè? Dan dat geeft hun dus de durf om toch de stap te maken. Kijk, en we zijn 6 jaar terug hier gestart, 2008 in Nikeri. En we hebben toen een aantal klassen gehad. Hè? Het was vrij hoog. Maar je weet, in de districten, ik ben zelf ook Nikeriaan van geboorte. En ik heb opgemerkt dat vaak in de districten, niet alleen hier, ook alle districten over het hele land, dan merken dat mensen soms schaamtegevoel, ze durven niet te denken, wat zullen anderen over hun denken? Terwijl het gewoon normaal is. Het is je hoeft je daarvoor niet te schamen. Je bent nooit oud om te leren. Je weet, die horen praten over lifelong learning. Zolang je leeft, leer je. Uit boeken, uit ervaringen. Dus men hoeft daarvoor niet zich te schamen. We praten over een Bigisma scoro. Gaat het uitsluitend om mijn vader, mijn moeder, mijn oma, mijn opa? Of zou mijn neefje, die ook is afgehaakt op een bepaald moment, om welke reden dan ook, zich verder kunnen scholen? Ja, uiteraard zeer zeker. Want het gaat niet alleen om mensen die kunnen lezen en schrijven, maar degenen die de lagere school wegens omstandigheden niet hebben afgemaakt, krijgen bij ons alsnog de gelegenheid om dat af te ronden. En uiteraard moet je dus 18 jaar zijn. Ja, als iemand bijvoorbeeld in het cursusjaar voor april 18 wordt, dan wordt u ook ingeschreven. Je weet, we kunnen geen kinderen en volwassenen bij elkaar houden. Maar we leggen de nadruk en er zullen zeker in Nikeri
drop-outs gevallen zijn. Behoorlijk veel. En die hebben de kans om zich nu aan te sluiten bij ons. Het is dus een opleiding die een tweede kans biedt aan mensen die het in eerste instantie, om welke reden dan ook, niet hebben kunnen afronden. Ja, sowieso. Want daardoor kan je getuigschrift nog bij ons behalen. We hebben een aantal jaren terug getuigschriften nog uitgereikt in Ikeri. Om het duidelijk te stellen, het gaat dus niet alleen om moesje en papa, maar het gaat ook om dat neefje van me bij wijze van spreken, die het niet heeft kunnen bolwerken toen. En als hij nu werkt en dan de ruimte kan maken om 's middags op les te komen in hun omgeving. Als er voldoende mensen in de westelijke bouw, dan beginnen we daar een klas. En voldoende in de oostelijke bouw, dan beginnen we ook daar een klas. We willen dit spreiden, we willen het onderwijs naar hen toe brengen. Udit die aangeeft dat de Bigisma Schoro ook bedoeld is om drop-outs een tweede kans te geven.